Morgenmiddag om 12:50. Nederland 3. Goedenavond, dames en heren. Dit is het eerste van twee sportprogramma's vanavond. Over een uur is er een uitzending waarin beelden van de wereldkampioenschappen kunstrijden op de schaats. Vooraleerst in dit programma korfbal, Oost-Arnhem tegen PKC om het Nederlands kampioenschap. Schaatsen, de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen en het betaalde voetbal van vandaag. In de eredivisie was er één duel. MVV tegen VVV, Maastricht tegen Venlo. Zo dramatisch slecht als MVV het seizoen begon, zo goed draait het in de afgelopen weken. Ernie Brands werd overgenomen van Roda uit Kerkrade. En in de 6 wedstrijden dat Brands nu bij MVV speelt, pakte MVV 6 punten. De stand van zaken bij VVV krijgt u van Frank Snoeks. VVV zette trainer Leo van Veen 3 weken terug op een zijspoor. Onder meer op aandrang van Reiniersen, zojuist aan de bal. Sindsdien heeft VVV 1 keer gewonnen, 1 keer verloren en 1 keer gelijk gespeeld. 3 uit 3 gehaald dus. Dit is François, huurling van Beveren. En vorig jaar werd hij ook al ingehuurd in de Nederlandse Eredivisie, toen door VVV. Brands. Open met links. Corner, de eerste voor MVV. Sinds die opleving van MVV is er ook weer wat sfeer in de Geusel teruggekeerd. Valt de publieke belangstelling eerlijk gezegd tegen. Het schot van Driessen. Rutte verslikt, nee, van Berg-Henegouw is dat. Die verslikte zich in die verre trap van De Haan. Driessen. En van richting veranderd. En daardoor bijna een kans voor Guy François. Maar uit die hoek krijgen we natuurlijk moeilijk in. Berg-Henegouwen. De Haan kan vertrappen. Doet dat ook nu. ZME zijn voorwaarts onmiddellijk in de buurt van het penaltygebied van VVV. Voor het eerst deze wedstrijd dat we wat echte druk van MVV hebben op het doel van VVV. Voorzet, laag en zwak van Vincent. Eier. Reining haalt zichzelf problemen op de hals. Profijt wordt om wat degelijk afgetrokken door Verbeek. 1-0 MVV. Na 35 minuten. De fout was natuurlijk van Reining. Een pupillenfout. Delahaye zat ertussen en Verbeek rond het af. En haalt gram op zijn oude werkgever die hem vorig jaar overbodig vond. En naar MVV overdeed. Brands. Tal. Wat een fout dat in die verdediging van VVV. En dit was er eentje bij MVV. Maar VVV trekt daar geen profijt van. Omdat Reiniersen veel te gehaast schoot. Zo blijkt ook MVV in zijn verdediging over zondagsrijders te beschikken. Linders. Driessen. Herkenbaar aan die stijl, wat slungelachtig. Kwade kopt. Bal bezit opnieuw Driessen. Een goede voetballer. Goede voorzet ook. Rooks met alle mogelijke moeite. De bal is er niet weg. Verbeek. Driessen. Roos besluit te blijven staan. François. Tal. 2-0. Prima schot. Wat een knal van Reginald Tal. En dat rijmt. Chaos in de verdediging van VVV. Roos besluit dan toch maar te blijven staan. Controle is er bij François. En Tal kan heel hard schieten. 2-0 MVV. Tweede minuut. Tweede helft.
Sef Vergozen moet het allemaal met gemengde gevoelens aankijken. De huidige interim trainer van VVV, die volgend jaar in dienst is als opvolger van Frans Curver bij MVV. Reining. Blijft zwak, zwak en nog eens zwak wat VVV presteert. Ploeg die de laatste twee jaar deelnam aan de na-competitie. En nu balanceert op de rand van de Eerste Divisie. En afgemeten aan het spel van vanavond hoort VVV daar thuis. Het is jammer, maar niet anders. En Ierse. Slagboom. Strand op tal. Linders. VVV. Als dat vanavond wint, heeft het 12 punten uit de laatste 7. Let wel, 12 uit 7. Terwijl de eerste 18 wedstrijden maar 11 punten opleverden. Driessen. Het grote pas. En toch nog het schot op het doel van Rooks. Berghenegouwen opent op links. Reiniersen. Die zich wat meer inschakelt aan het front. Kan slagboom. Dat gaat verloren. En als VVV die weinige kleine kansjes die het creëert niet weet te benutten, dan is het eind natuurlijk zoek. Geen buitenspel, François. Die mag 3-0 gaan scoren. En dat doet hij. Niet. Het zag er zo goed uit, die loop van Guy François. Geen buitenspel. Kijk maar, want Verberne was rechts blijven hangen. En François ziet dan Rooks weer uit zijn doel en lijkt te gaan scoren. Die huurling van Beveren. Het scheelt een haartje. Het zal anders zijn volgend jaar in de Geuselt zonder Frans Curver. 4,5 minuut nog bij deze vrije trap van Eijer. Arts. Van der Broek. Voor doel is Driessen. Maar die paas komt niet aan. Berghenegouwen antwoord voor VVV. Kosten. Van der Ham. Gehaald als nieuwe spits. En opvolger van Jeroen Boeren nog door Leo van Veen. Nijssen. Kosten, goede kopbal. Eier. Langstal. Bal blijft binnen. Een kwade kop weg voor MVV. Kosten. Slagboom. En de redding van De Haan. En trouwens van Berghenegouwen met deze poging. Die niet meer mag baten. MVV wint met 2-0. En blijft ook voor de 7e keer op rij ongeslagen. Voor VVV ziet het er heel somber uit. Sef Vergozen, trainer van VVV. Mijn laatste woorden waren, het ziet er heel, heel somber uit voor VVV. Ik denk na deze nederlaag dat het doek bijna geval is. Ik ben blij dat je inderdaad het woord bijna gebruikt. Het is geen makkelijke avond voor mij, laat ik dat duidelijk stellen. Maar ik hou me toch nog altijd even vast aan het woord bijna. Het is verschrikkelijk moeilijk en voor ons van alle ploegen het moeilijkst, dat het is duidelijk. Maar waarom moet je de strijd opgeven zolang er theoretisch nog een kans is? Kan VVV ook degradatievoetbal spelen? Zoals, hoewel MVV een stuk geklommen is op de ranglijst, MVV dat vanavond wel deed. En dat bedoel ik niet alleen inzet, want dat heeft VVV ook wel. Ja, ik denk dat ze dat de laatste weken uitermate hebben. Maar wat heet degradatievoetbal? Ik vind dat je moet spelen met de middelen die je hebt. Dat je die groep, de kwaliteiten die in de groep zitten, dat je die optimaal benutten moet. En dat is anders, denk ik, dan de meeste ploegen die onder de streep staan. Die zullen het anders spelen dan wij. Maar ik denk dat dit VVV het sterkste is wat we eigenlijk de laatste weken spelen. Vorig jaar kon dat natuurlijk wel, maar... Vorig jaar kon dat en dit jaar kan dat ook. Alleen je zit tegen die streep aan te hikken. Maar ik ben ervan overtuigd, al het andere wat je gaat doen, dat het alleen maar moeilijker wordt voor ons. Dus als we het met deze strijdwijze niet winnen, dan zeg ik met alle andere dingen redden we het zeker niet. Volgend jaar treed je in dienst bij MVV. Heeft dat nou een speciale betekenis, zo'n wedstrijd als vanavond? Je verliest weliswaar, maar aan de andere kant kun je denken, MVV blijft er nu waarschijnlijk wel in die Eredivisie. Dat is mooi meegenomen. Ja, maar daar hebben ze denk ik deze twee punten niet voor nodig. Het is voor mij, dat moet ik eerlijk zeggen, een hele moeilijke avond.
En wat er het komende jaar gebeurt, dat zien we dan wel. Maar ik denk dat en Frans Curver en de club hiermee niet nodig hebben op dit moment. Dus ik vind het voor mij, voor VVV, verschrikkelijk jammer dat we hier vanavond verloren hebben. Volgend jaar, zegt Steffen Goossen, Frans Curver, als jullie eerder die reeks hadden ingezet, nu 7 gespeeld, 12 punten, dan had je je collega nog Europees voetbal kunnen aanbieden. God weet het nog, kennen. Kan nog alles, hè? Kan nog 41 punten worden. Ja. Met andere woorden, daarmee zeg je eigenlijk wel, MVV is nu veilig. Wij moeten niet meer over degradatie praten. Toch, dat weet ik niet. Ik kan allemaal gaan lopen. Hè. We weten dus genoeg van bepaalde ploegen die voor de winter stonden op bepaalde andere punten stonden. Veel hoger als wij. En de tweede helft toch nog de bodem gingen. Dat kan bij ons ook nog gebeuren. Maar ik zie het niet zitten. Dus op dit moment is er zo'n sfeer, zo'n speelwijze... dat wij dus de punten die we nodig hebben wel pakken op de rest van het seizoen nog. Wat is er veranderd in die 7-8 weken? Is dat alleen maar Ernie Brands inbreng? Nou, kijk, luister. Ernie Brands doet het heel erg goed. We zijn ook heel tevreden over Ernie Brands. Maar er is gesteld geworden, dus voor een dik jaar terug door mij, dat er 2 mensen moesten aangetrokken worden. 2 ervaren mensen. Nou, dat was geen geld. We hebben in de problemen gezeten, er was er wel geld. Nou, ze zijn aangetrokken. Guy François, Ernie Brands. En door het komen van Ernie Brands heb ik een vrije man. Dat is punt 1. Ik heb die plaats op die vrije manpositie, heb ik 3 mensen laten spelen. Onder andere De Laai, Maas en Arts. En deze mensen zijn voor mij in het veld, dus in andere posities, veel belangrijker als die vrije manpositie. Nou, door dat is de komst van Ernie Brands zeer belangrijk. Doordat ik andere mensen kan laten spelen op posities waar ze het beste tot hun recht komen. MVV-VVV was de enige wedstrijd in de Eredivisie vanavond. We kijken toch even naar de stand in de Eredivisie, de voorlopige. We gaan eerst even kijken naar het programma van morgen. Helemaal onderaan staat PSV-Ajax. Dat is de meest in het oog springende natuurlijk. Die wedstrijd wordt morgen door de NOS-televisie live uitgezonden. Bij Ajax zal overigens niet van de partij zijn Johnny van het Schip. Want van het Schip kreeg te horen dat hij niet eens bij de selectie zal zitten morgen. En Van Schip verliet daarop boos de meer. Hier is dan die stand. Naar de top kijken we niet, want die komt morgen in actie. Het blijkt dat de MVV in de laatste 6 wedstrijden is geklommen van de laatste plaats naar plaats nummer 11. En VVV dat staat nu tamelijk vast op die laatste plaats met 15 punten uit 25 wedstrijden. In de eerste divisie waren vanavond 4 wedstrijden. Hier komen de uitslagen daarvan. De Go Ahead Eagles tegen Telstar werd 2-1. 2 goals van Telstar, allebei gemaakt door Van der Brink, de topscorer van de Eagles. Emmen RBC werd 1-0. Doelpunt werd gemaakt 5 minuten voor tijd door Willem Brouwer. En er was een rode kaart in die wedstrijd voor Mario Molenaar van RBC wegens natrappen. Dan Heerenveen SVV, belangrijke wedstrijd in verband met de derde periode. 4-1 voor Heerenveen. En er waren 5200 toeschouwers in het Abel Lenstra stadion. 2 goals voor Heerenveen werden gemaakt door Maarten de Jong. 1 andere doelpunt werd gemaakt door Thierry de Jong. En dan AZ tegen Heracles. Vanmiddag om 4:00 gespeeld. In deze entourage. Zonder publiek dus. Dat was het gevolg van de straf die AZ kreeg opgelegd van de tuchtcommissie van de KNVB. Wegens de ongeregeldheden eerst in 88 bij AZ-VVV en later op 3 december 88, toen werd scheidsrechter Van Mierlo gemolesteerd. En dat betekende voor AZ 1 wedstrijd spelen zonder publiek. Dat was dus vanmiddag tegen Heracles. En AZ komt in de 8e minuut van de wedstrijd aan de leiding. Tom Patinama gaat daar de fout in. En dan is het Van Ham die scoort voor AZ. Na 20 minuten spelen deze aanval van Heracles. De bal komt zo dadelijk bij Volkert Velten. Hier zal het gebeuren. Die plukt hem in één keer op uit de lucht en passeert doelman De Koning. Gelijkmaker voor Heracles van Volkert Velten is een 18e treffer in dit seizoen. 1-1 was de eindstand. De derde periode. Daar blijkt dat Heerenveen vandaag behoorlijk goede zaken heeft gedaan. Heerenveen gaat voorlopig aan de leiding in de strijd om die derde periodetitel met 10 punten uit 6 wedstrijden. Den Haag kan morgen langs zij komen als het wint. Die derde periode gaat over
9 wedstrijden. Dan de totaalstand in de eerste divisie. Vitesse en Excelsior speelden niet. Het verschil tussen die twee is 3 punten. Den Haag staat op 6 punten van Vitesse. Onderaan Wageningen met 12 uit 24. Dat is het voetbal in Nederland. Dan voetbal in het buitenland. In de Bundesliga liet koploper Bayern München een punt liggen in de uitwedstrijd tegen Kaiserslautern. Het werd 1-1. Maar ook de nummer 2, FC Köln, speelde gelijk 0-0 in de uitwedstrijd tegen Karlsruhe. En daardoor blijft Bayern een voorsprong houden van 5 punten. In Engeland werd Manchester United vandaag uitgeschakeld in de kwartfinales van het toernooi om de FA Cup. United verloor op Old Trafford met 1-0 van Nottingham Forest. Liverpool plaatste zich wel voor de kwartfinales door met 4-0 te winnen van Brentford FC. Vandaag en morgen zijn in Heerenveen de schaatswedstrijden om de wereldbekers in Heerenveen dus. Die vormen tevens het slot van het schaatsseizoen. Hier zijn de belangrijkste ritten van vandaag.